Is goed. Einsteiger, bitte. I'm eingesteigt. Jawohl. Oh, wat doet die auto? Wat domme, nou? Wat doe je? Ik doe niks. Die auto stapt ineens voor mijn neus. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, wel hè? Ja. Oh, altijd als er, als er een. Was het? Zag jij dat niet? Nee? Oké, dan is goed. Positief. Oké. Rood lichtje. Ja, nog een keer. Drie keer rood licht. Hoppakee. Ik heb nou toch al zo'n ver gereden. Kan die ook nog erbij? Zou wel anders zijn dat die persoon even lukt. Hallo. Hallo. Hallo mevrouw. Hallo. Wilt u even uitstappen alstublieft? Dat kan. Oh, wacht even. Dan mag jij op de stoep komen staan. De reden van staande houding. Mag u drie keer gokken? Te hard rijden. Dat vond ik nog niet zo heel spannend. Oh, en rood licht. Ja, drie keer. Drie keer? Nee, er waren er maar twee. Drie keer. Eén. Nee, kijk, wacht. Kijk, ja. Hè. Oh. Daarachter. Ja. Zit er één. En hiervoor. Ja, dat maar als ik mijn lampen niet aan had gezet, dan was dit nummer 3. Dan was het nummer 3, maar dan was dus het gewoon nog steeds 2. Nou, vooruit, dan heb je geluk. Ja. Zullen we even op de stoep gaan staan, want die mensen hier zijn helemaal loco. Ja, ik merk het. Goed, wat is de reden dat je het rood rijdt? Ik heb haast. Waar moet u naartoe? Naar werk. Wat voor werk doet u? Daar gaat u niks aan. Ja. Ja. Nou, vertel. Ik ben benieuwd. Nee, hoeft niet hoor. Nou, wat doet u voor werk? Ja, nou, eigenlijk niet veel belangrijks. Maar ik ging ook even sporten. Ik ging honkballen. Ook al? Oh, je bent al de tweede honkballer die ik tref in vijf minuten tijd. Ja, maar kijk, we zijn... Kijk, ik heb een honkbalteam. Kijk maar op mijn jasje. Ja? Ja. Welke club is dat? NS. En wat staat daarvoor? Not stopping. 41%. Oh, nou ben je wel gestopt. Ja. Ja. Maar ik hoef geen. Ik hoef niet in de cel. Het liefst. Als ik door zou rijden, zou ik aan de cel komen of zo. Of taak, zo weet ik veel. Weet je zeker? Ja. Heel zeker. Wil je er wedden? Ja. Dat is goed, dan gaan we erom dobbelen. Nee. Wat nee? Ik hoef niet te dobbelen. Oké. Okay. Goed, ik ga het. Ik ga eens even kijken. Heb je voor mij een ID-kaartje? Ja, heeft er geen rijbewijs nodig? Ja, dat mag ook. Zal ik weet nog helemaal staande houding over. Wat jammer nou. Dus even kijken. Staat het voertuig op jouw naam? Ja. Eens even kijken. Ja, alweer Fleur? Nee, dit is Fleur niet. Dit is iemand anders. Bazooka! Wat zei je nou? Had je iemand staande? Stuur even zo de locatie door zo. Ja, doe maar. Waar ik dan heen moet komen en dan even Engels, die sleutel hebben. Ja, stuur je locatie maar even. Had hij nou zijn rijbewijs gegeven of ze? Ja, volgens mij zijn rijbewijs. Ik er even aan. Hier, heb je rijbewijs druk? Ja. Ik krijg van mij wel een bekeuring voor eenmaal rood licht, zal die andere kwijtschelden. Oké. Voortaan gewoon voor een groen doorrijden. Is goed, meneer. Even kijken. Wat staat er nou? Bekeuring uitschrijven hier. Verkeersovertreding. Niet stoppen voor rood licht. Niet stoppen voor rood licht is 243 eurotjes. Nou, dat is toch niet heel erg, meneer. Oh, moet die andere er ook bij doen dan? Nee, doe maar niet. Oh. Ik ben niet zo rijk. Nou, bij deze 249 euro, ik zie dat die betaald is. Ja. Dan wens ik u een fijne Pasen. De ballen. Ja, fijn Pasen. Ja, vrolijk kerstfeest. Ja, helemaal. Joejoe. Dat is mijn groot licht. Als je er nou weer doorheen gereden had, dan was het de mijne geweest. Dan had hij hem gekregen, hol domme.
ben ik nog niet van je af. Nee, dat klopt. Had geen kniplicht aan, zag je dat? Nou weer. Ja, je vergat je knipperlicht. Die werken niet meer, denk ik. Ik nou, weet niet hoe. Rechter pijltjespier. Nee. Ja. U vergat uw knipperlicht. Kijk, hij zit er dus wel op. Ja. Ah, dat wist ik niet. Ah, u weet wat dat betekent. Kijk. Ja, hij doet het. Maar u weet wat dat betekent. Nee, meneer, alsjeblieft. Ja. Zet hem maar eens even aan de kant. Ik ben net van je af. Nee, zet hem maar eens even aan de kant. Nee, moet niet. Jawel, anders wordt het een hele dure avond, ben ik bang. Zet hem maar even op parkeerterrein in race. Ja, maar ik moet eerst op het rode licht wachten, hè? Goed zo. Popie-opie. Die gast wordt helemaal gek. Hey, Reen, hallo. Wat leuk dat je er bent, hallo. We kunnen hem ook gewoon even een dansje laten doen. Dat kan ook. Of een liedje laten zingen. Zo, daar zijn we weer. Ik zal als jou eens even de trainer bellen dat je iets later bent op het honkbalveld. Oh, dat geeft niet, dat weet je wel. Ik zit met hem in een porto. Oh, heeft de honkbalvereniging ook een porto kanaal tegenwoordig? Ja. Ze gaan allemaal de tijd mee, hè? Ja. We moeten wel op track houden, hè? Goed, kijk. Loop eens even met mij mee. Kijk, auto's, geloof het of niet, tegenwoordig hebben ze knipperlichten erop zitten. Echt? Ja. Wauw. Ja, blijkbaar wist u het niet, want u gebruikte hem niet. Ik zie mijn vinger. Even schoonmaken, hoor. Ja. Dan kunnen we twee dingen doen. Of een bekeuring uitschrijven. Of je gaat een liedje zingen. Of je gaat een liedje zingen. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fine to... Nee, zal ik anders een liedje opzetten? Nee, die ken ik waarschijnlijk niet. En die dag is vandaag, daarom zijn we zo blij. En zingen wij dit lied erbij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Zing dan. Ja, maar ik ken dit niet. Die ken jij wel, dus. Gefeliciteerd. Dus, ja. Jouw categorie. Oh, maar ik dacht gewoon. Zing dan. Mijn niveau, bedoel. Ja, ja. Zing dan. Volledig. Helemaal niet uit. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. 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 Oh, wat zijn we? Hoera. Nee, blij, lul. Overnieuw. Oh, lul. Overnieuw, overnieuw. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Oh. Gefeliciteerd. Oh, wat. Oh, wat zijn wij blij. Ja, en dan nog een keer het refrein. Gefeliciteerd. Hiep, hiep. Hiep, hiep, hoera. Oké, nou opgestoten flikken, daar ben ik er klaar mee. Joe, joe. Oh, wil je vanavond niet meer zien? Wil je vanavond niet meer zien, dan scheet de bak in. Ja, pff, echt niet. Dat moet je eens opletten. Weet zeker. Echt mola. Ik hou je zo weer aan de kant, hoor. Die gast. Code 700. Ik denk, ik zal hem hebben. Motherfuck, wat? Hey, is dat niet die auto die wij zochten? Steve, heb jij het kenteken nog van die auto die wij zochten? Ja, heb ik wel gegeven aan mijn collega. Hij wordt gesignaleerd gezet. Heb je van mij het kenteken? Ja, moet ik even kijken. Het is W-E-J-108. 108, ja, die staat voor mij op Blokkenpark. Voor het stoplicht. Stuur je locatie? Locatie verstuurd. Gaat het om een witte auto? Met zwart? Ja, positief. Ja, of donkerblauw. In ieder geval strepen heeft hij. Aan de andere kant. Rijd nou langs de car dealer af, dadelijk. Rijd ook mee. 2, 1, go.
Hij slaat de vlucht. Ja, dat is hem. Oh, nou vol gas, jongen, vuilak. Meteen linksaf. Rechtsaf, hij knalt op paal. Pak de wapen nou, jongen, weer. Uit voertuig, nu op knieën. Op je knieën, er zijn wapens opgericht. Bij iedere verdachte wegen wordt geschoten. Je knieën, anders ga je taseren, nu! Ik moet even lopen. Oh. Niet luisteren, dan maar voelen. Deze ben je aangehouden voor vluchtmisdrijf. Ik heb hier zo geen zin in! Goddomme, mis hem nog hard ook. Goed, je bent aangehouden. En niet altijd wel verplicht. Recht op razen, maar recht op medische zorg en recht op een tolk. Maar volgens mij beheerst u de Nederlandse taal helemaal prima, dus dat is niet nodig. Ja, dat denk ik ook. Hartstikke ziek idee. Nou, mooi. Deze bent u aangehouden voor het overvallen van de waardetransport en tweemaal vluchten voor de politie. Waardetransport? Waardetransport? Drugsverkoop. Ja. Oh, nou, drugsverkoop. Nou, ook niet. Ik weet niet, maar... Hey, nog even het volgende. Met deze zakje rijbewijs ingenomen. Wat maakt mij uit. Waardetransport, drugs. Hij moest in de boeien en dat is gelukt. Nee. Alles is voor wildplassen, maakt mij uit. We de AWB even bellen en meteen iets om weg te slepen. Ik moest liegen. Ja, Wesley, ik wist het niet meer. Ik heb al zoveel meldingen gehad dat ik het allemaal door elkaar aan het halen ben, volgens mij. Rijdt het ding nog, of niet? Ja, wil jij het voertuig even van binnen doorzoeken en dan in beslag nemen? Ben bezig. Nou, 1, 2, rettiketet. Helemaal niks. Een dashboardkastje, zat daar met zin? Even het volgende. Je gaat zo meteen met je T-spier, of wat is het? Ja, T-spier, dan slash neem in beslag. Eerst het voertuig even doorzoeken. Heb ik al gedaan, ligt niks in. Ligt niks in? Niks okay. In. Oké, okay, dan mag je... Ja, mag die 3 dagen zijn, dan keur ik hem even af in het systeem. Even kijken, wat neem in beslag, wat zei je nou? Neem in... Slash neem in beslag was het toch? Ja, slash neem in beslag. Ja. En dan? En dan zet je hem in opslagstad. Mag ik hem op uw naam zetten, 37? Opslagstad? Ja, doe maar. Opslagnamen? Oké, top. Waarom moet ik nou in de opslag? Dan even kijken. Dan zet je hem dus op politieopslagstad. Dan zet je in de beschrijving neer... voertuig is in beslag genomen na achtervolging. Mag eruit op... even kijken. Of domme. Mag eruit op 5 april 2022. Om 1900 uur. En dan zet je erbij meer info en dan je eigen roepnummer, maar zet nu mijn roepnummer dan maar bij mij, 3237. Ja. Dan. Ja. Top. Ik heb erop gezegd, vluchten voor de politie en roekeloos rijgedrag. Ja. En dan ook bij jou moet je even in de mail zetten op... Ja, ik ben met mails bezig. Ja. Oh, nee. Gelukkig ook. Dan zijn het... Ah, het is compleet 72 uur. Hoe laat is hij in beslag genomen? Een minuutje geleden. Hey. Misdaad loopt niet, hè? Nee, maar ik weet niet. Maar ik heb niet drugs verkocht. Ja. Maar jou? Waarom sluit hem op de vlucht? Nee, dat maakt bij mij niet zo heel veel uit. Ik dacht dat ik een CA-lering had. Nou, dan wordt de dag op HB uitgezocht.
Dus maar u denkt een signalering te hebben, maar je weet niet zeker, dus dan kies je het eigen. Ja, want ik had ooit iets gedaan, maar hier ver vandaan, twee maanden. Wat heb je gedaan dan? Ja, toen was ik irritant, schoot ik, toen stak ik mensen en zo. Oh ja. Meneer, heb je mensen neergestoken of geschoten? Gestoken. Maar wacht even. Meneer, waarom rij je nou net voor mij weg? Ja, omdat ik bang was voor jullie. Hij was bang. Collega, ik heb gezegd, hij mag hem ophalen. Mijn auto was gestolen. Maar er is geen aangifte bij ons bekend. Dan had je aangifte moeten doen. Ja. Ik doe liever geen aangifte bij jullie. Nee. Maar ik als jij geen aangifte doet van diefstal van je voertuig, mogen wij ervan uitgaan dat jij de bestuurder was op dat moment dat wij het voertuig aantroffen bij het plaatselijk van een misdrijf. Nee, maar ik heb echt niks gedaan. Nou, dat is wel. Heel jammer. Nou, maar heb je bewijs dat ik het voertuig, heb gedaan? Jouw voertuig is daar aangetroffen bij meerdere meldingen van drugsverkoop. Ongeacht of jij erin zit of niet, je bent verantwoordelijk voor je eigen voertuig. En wie erin zit. Ja, en als hij is gestolen, dan moet je aangifte komen doen bij de politie. En ik weet wie die gestolen was. Naaien die hand. Ja, dat maakt niet uit. Lekker naaien. Je hebt geen aangifte gedaan, dus dan kunnen we niks mee met het hele... kan ik lekker als ik geen auto wat helemaal fucks wil. En naar jullie kant. Jongens, laten we gewoon naar de AB gaan. Politie? Oh ja, kan ook. Ja. Dus bij deze ben je aangehouden voor vluchtmisdrijf, roekeloos rijgedrag en poging en meerdere... Steve, ik krijg die aan. Ja, is helemaal. Dit wil ik mee. Steef die wil weg. Steef heeft hier geen zin in. Hij is kijken bij die andere melding. Steef vindt dat vreselijk. Die aanhouders. Ja. Een rechter voorlezen en voorgeleider vindt hij vreselijk. Dus ik ga mee, dat vind ik lachen. Kijk hem de vaart erin hebben. Hij heeft er helemaal geen zin in. Hij rijdt bijna 200 in de stad. Die kerel die zit net gewoon nog steeds poging drugsverkoop te doen vanuit die auto. Wij krijgen meldingen net binnen vanuit die auto waar die in zit. Dan probeert hij waarschijnlijk nog snel van zijn drugs af te komen. Ja, maar ik kan geen drugs vinden bij hem. Ik heb niet. Ik was dat niet die aan het rijden was. Ja, nou, dan had je aangifte moeten doen. Steve is toch steeds bezig met die gast. Zag je het niet? Want ik stapte uit. Nee, ik stapte uit bij de voet. Kom. Bij de bestuur. Nee, hoe zeg je dat? Nee, hij lult. Hij is Steve. Bij de bijrijdersstoel. Nee. Ik stapte uit bij de vijver. Ja. Nee. Nee, veeg mij maar op. Rondomme. Weggeschoten. Ja. Hij was uit de auto gesprongen. Nee, smoesje strap ik niet in. Nee, is echt. Ja, dat goed. Welke zwaarboting? Oh, ja, weet ik veel. Doe maar één. Eén, oké. Dan gaan mijn collega het verder afhandelen in het... hij wil het niet afhandelen. Steven is er klaar mee. Dinges, omdat hij jou weg zag rijden. In dat groene dinges? Welke groene dinges? Ja, in het groene hesje. Groene gele hesje, hoe je het ook wil noemen. Hé, doe geen gekke dingen als ik je van de boeien afhaal, ja? Nee. Steven Fox wil. Dan word ik niet zo lief. Zo, nou. Goed meneer. Goeiedag. Het verhaaltje, ik was niet die drugsverkoper. Nee, ik was ook niet die drugsverkoper. Nee, dat Steve, helpt jou chill. Niet echt, want op het tijdens het gesprek net met jou ter plaatse van de aanhouding. Toen jij achter in dat voertuig zat, kregen wij nog meer meldingen van drugsverkoop binnen. Dat soort mensen zijn echt zo kut, hè, wegrennen met boeien om. Ja, dat is vreselijk. Dat was ik niet. Waar jij, nou... Het melding zegt letterlijk, betreft een man in een politievoertuig nabij de locatie waar wij stonden. En jij was de enige die op dat moment in een politievoertuig zat. En als ik kijk op mijn computer in de auto, staat precies waar het politievoertuig stond, waar jij in zat, alleen jij. Ja, kom eens. Dat daar twee keer een melding drugsverkoop vandaan is. Meneer, luister. Dat zijn zulke vervelende mensen, joh. Hoe jij je kleding niet veranderd, man. Het is gewoon zo warm buiten, man. Langer zelfs misschien. Jij wil mij gewoon uit de kleren hebben. Nee, maar... Je kunt toch gewoon zeggen, kan het hier ook gewoon uittrekken? Nee. Wil je mondenbroek zien? Nee, dankjewel. Ik heb helemaal geen... Maar waar is je GoPro? De jongen die zat... Ja, die moet ik nog aan doen. Oh, over dit. Ik ga even omkleden. Ja, doe. Hij wil me gewoon in mijn onderbroek zien, die viezerik. Hé, ik weet niet, ouwe bloedhond. Jij ook nog hier? Hallo, wat leuk dat je erbij bent. Wel gezellig. Dat vind ik heel knap, gewoon de discussie. Heerlijk. Even kijken. Ja. Zo.
muziek ook, jezus. Dan is die man raar, die dat deed. Of hij zat onder jullie auto of in dat busje, ik weet het niet. Het was geblendeerd, die raam. Nou ja. Maar wil je me niet in het systeem zetten? Hé, hey, babe, mijn rijbewijs. Je bent sowieso je rijbewijs kwijt. Nee, nee, nee. Geef ja, mijn rijbewijs. Zeker wel. Ja, zeker wel. Plus 200 geklokt. En je artikel bij maar ik reed niet. Op precies, er zijn 249 kilometer per uur op Blokkenpark. Dat kan niet. Nou, ja, zeker. Wel. Mijn auto gaat maar 80. Ja. Ja. Voor mij ook. Ja. Ja. En ik mijn gas loslaat. Ja, dat is een goeie als je gas loslaat. Nee, maar... Ja, had u ook moeten doen, had u nu uw rijbewijs nog aan. Maar mijn auto gaat echt maar 80. Wil je testen? Nee. Oh. Nee. Wil je testen? Nee. Wat? Ja. Check je gemeente-app eventjes. Dan krijg je het doorgezien waar we het eerst hadden. Check mijn gemeente-app. Als ik nou een vieze plaatje door kun zien, dan krijg ik ook gek. Hè? Komt-ie. Alsjeblieft. En waar hadden we hem als eerst? Waar hadden jullie mij als eerst geklopt toen mijn auto werd gestolen? Jezus. Dat had ik nou net niet willen zien. Godverdamme. Kijk, weet je wat het leuke is? Mijn auto gaat 80. Je auto is gestolen, maar er is geen aangifte mijn bij mijn elektrische step ook. Nee. Dus dat hele verhaal, mijn auto is gestolen, kunnen we niks mee. Ja. Is je nog gefouilleerd of niet? Ja, ik ben al gefouilleerd. 2 keer zelfs. Oké. Okay. Hoe zijn jullie dat? Dubbelcheck. Meneer, bent u gefouilleerd? Ja, 2 keer zelfs. Hoe hij gefouilleerd zei. Ik wou hem dan nog een keer laten zeggen, maar hij trapt er niet in. Goddomme. Altijd leuk, collega. Altijd leuk dit. Ja? Ja, precies. Ik vind het ook leuk. Ja, echt een leuk werk dit. Heerlijk. Hebben jullie een biertje? Nou, nee, dank je. Nog zo lang zitten. Nee hoor. Ja, u kunt gerust bier gaan drinken. U rijdt voorlopig toch niet. Zonder rijbewijs. Ja, dat denk ik ook. En mochten we weer, hier weer achter het stuur treffen, dan begaat hij ook zelfs nog een overtreding. Ja, plicht weer misdrijf. Ja. Ik kan de auto nog langer achter slot in grendel. Dat zeker. Misschien maar beter ook, we rijden kon dit toch niet. Zo, en hoe? Hé, wat domme. Wat zei je meneer? Dat zou de gemeente leuk vinden. Wat? Oké, goed, mogen jullie agenten daar inderdaad even blijven staan? Ja, nee, helemaal agenten goed. Mogen hier ook wel komen. Lekker roulette, kom. Nee, nee dank je. Succes, ik denk dat ik al weet wie er gaat verliezen. Dat denk ik ook. Stem op die linker. Weet die rijbewijs dat je pinpas? Nee. Nou, ik denk met die boete die hij begaan heeft, dat hij nog vrij weinig op zijn rekening heeft. Ja. Dat was meer dan 55 te hard, of niet? Als je 80 mag in de stad en ik heb hem geklokt op 249. 55 taken? Nee. We maken er 25 van. Hé, hey, we staan hier niet op de markt. Nee. Ja, je hebt daar helemaal niks in te over te vertellen. Dat is over je justitie. We maken er 35 van, zeg je. Wat een kou dan. Ja, dat heb je goed gezien. Hartstikke mooi. Ben ik toch wel even bezig, zeg. Mooi. Zeker. Nee. Ja, de lul. Maar je zei dat dit is gesolliciteerd voor de politie. Tijdens een arrestatie. Ja. Nou, niet slim. Ja, maar... Jullie hebben mij gepest. Jullie pesten mij. Nee, hoor. We pesten niemand. Ja, hoor. Nee hoor. Nou, volgens mij bent u degene die op de vlucht sloeg. Nee hoor, ik zat in de bijrijdersstoel. Ja, smoesjes. Ik heb je zelfs nog achter het stuur nog aangetroffen. Wat dacht je daarvan? Dat is een leugen. Nee, zeker niet. Ik stond achter u op Blokkenpark bij het stoplicht. Ja. Ik zat al een tijdje achter u. U zat achter het stuur. Nee, maar Robbie van boven zat achter het stuur. Ja. Daar van onder ook zeker. Ja. En van links en van rechts. Nou, precies dat. Nou... Ik ga... Ja, die gozer die liegt zo ontzettend hard, hè. Blijf hier staan. Ik denk dat hij er onderuit kan lullen. Ik krijg geen taken. Zegt hij. Nou, dat denk ik wel. Wat domme. Hoe is het nou eigenlijk met jullie heren?
Ja, beter dan met jou, Dingy. Het is hier fijn achter de tralies, hoor. Moet je ook eens gaan kijken. Mooie wc. We komen daar ook wel even zwaaien als je aan het werk bent. Ja. Ja, dan moet ik de stad uit dus. Ja, maar je moet uw taak afmaken als je terugkomt. Nee. Kijk, hallo! Ja. Dat had hij nog niet over nagedacht. Ik denk van, ik log gewoon uit. Dan kom ik terug en hoef ik het niet te doen. Ja. Nou, middenvinger erbij. Ja hoor. Ja, belediging van ambtenaar en functie. Ja. Nee, het is geen belediging, het is een feit. Jongens! Hoe krijg ik een factuur? Ja, dat gaat tegenwoordig digitaal, hè, 2022. Ja. Ja. Liever een tijdperk. Ja, dan heeft u helaas niet wat zeggen gehad. Maar ik wil je nog wel even een knuffel geven voordat ik wegga, mag dat? Nee hoor. Ja, dat mag, maar er zit wel tralies tussen, dus succes. Kom dan. Nee. Ik ben er toch? Maar kijk, nu kom ik niet bij je. Ja, dat is vervelend. Kijk, deze man wil er wel een knuffel voor mij. Nou, doe maar niet. Ja, kijk. Een hele rare wending. Nou, echt hè? Hier, van middelvinger naar knuffelen, ik snap er geen kut meer van. Ja, deze agent is wel lief, hij praat niet. Jullie praten te veel. Ja, om u te antwoorden. What the fuck? Dat moet je ook niet doen, hè? Hoor ik nou? Wat is dat voor muziek? Oh, domme. Was die ringtoon van jou, Steve? Nee. Oh, domme. Het was niet van mij, nee. Ik je mag kiezen gevangenisstraf of taakstraf. Wacht, wat zei je? Je mag kiezen gevangenisstraf of taakstraf. En hoeveel is gevangenis? Net zoveel. Nou, als je dat blok gevangenis is 40, taakstraf is 50. Gevangenisstraf, kom maar met 40. Als je probeert te ontsnappen, staan we snel voor de deur. Ja, ik kan toch niet ontsnappen, dat kut ook. Mooi. Dat we dat zo houden ook. Dan moet je wel hier komen staan. Ja, ik blijf hier als je het niet hebt. Nee! Nou, okay, volgens mij wil die 60 taakstraffen. Dat vervalt nu je keuze. Ja, 60 taakstraf, niet meewerken. Nee. Ja. Dat is ja. Echt de code 700. Ja, hoppatee, dag. Zo doen we dat. Niet luisteren, dan maar voor. 60 taakstraf. Ja, hij zat de hele tijd op de kutte, man. Ja, daarop. Dus het is voorlopig gewoon even zoet. Hoppa. Ik ga dit nog even in de mails verwerken. Ja. Dit is een hele lange typesessie. Succes. Een boekverslag, hè? Wat domme. Daar is hij weer. Hij heeft me bijna net kapot gereden. Hey, Rees een. Hey. Wat domme. Hallo. Ik dacht, die doet mee in de Formule 1. Jij reed bijna dood. Ja. Ik jou? Max Verstappen belde, of je nog een contract zoekt. Oh. Wat domme. Het is nogal druk op dit moment en ik ben op dit moment in... Plek 2. Ja, dat is weer de 0-1 en die staat weer een beetje te niksen. Nou, geef hem een schop onder zijn hol. Ja, die staat ergens onder een brug. Oeh. Eeuw. Heren! Ik zal de bankafzetting alvast even doen. Nee, hoeft niet. Heren! Bankafzetting. Ja. Zouden jullie even allemaal kunnen uitstappen en even op de stoep komen staan? Ja, dat wil ik. Ja hoor. Hartstikke fijn. Zou ik, als die andere meneer ook hier is, jullie rijbewijs even allebei mogen zien? Mama. Goed. Kom aan u geven, meneer. Even uw rijbewijs erin zagen alsjeblieft, jazeker. Alsjeblieft. Heeft u een mooie pet op? Ja, ze wordt misschien een nieuwe DSI-helm. Renzo Lagerwijn. Ja, klopt helemaal. Het voertuig staat op uw naam? Rijbewijs klopt. Zeker. Kan ik even controleren. Ja hoor. Tigo Sopranos. Sopranos. Ik weet dat het komt, maar wel een rijbewijs heeft en alleen maar rijden. Ja, dan kan ik wel even zo doen. Ja, dat mag rijden. Politie. Burgert. Nee. De 03 staat zien. Voertuiginformatione. Tigo Sopranos. Ja, yes, klopt helemaal. Nou, ik wil jou een waarschuwing geven. Voor de. Dat jij, even. Ja, hier rijden. Alsjeblieft, we hebben rijbewijs op terug. Alles is in orde. Wat heb je nou weer gedaan? Super. Meneer, mag ik vragen waarom ik staande weg hou? Ik heb geen flauw idee, moet je bij mijn collega wezen. Ik heb niet opgelet. Fout geparkeerd! Ja, ik moest hem hier parkeren van de agent, hè.
Je moest hem hier... Nee, ja. Ik heb niet gezegd dat u hier in moest zitten. Ja, wel. Nou, man, dan stond hij daar op die rijbaan, dus dat is ook niet handig. Ja, maar je hebt daar parkeervakken. Wacht even. Waaien. Meneer? Ja? Wilt je even uitstappen? Oh, nog een keer. Ja, waarom staat hij hier geparkeerd? Oh. De lul. Oh, is hier ineens gezellig. Ja. Ja. Nou. Aan de overkant heb je heel veel ruimte. Wat een naaier. Ja. 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 Waarom had ik hem al gewaarschuwd? En die heeft je klein al. Maar Steven stiekem helemaal geen agent, dat is eigenlijk een stripper, maar die doet gewoon mee. Maar voor de volgende keer zet hem even aan de overkant neer. Kom eraan, vriendin.